Dis die oorspronkelijke laaste toren gesien van die toren wat hier gehou was. Nee, maar het lijkt of ek een blauw toren. Het dat hier in 1907. Ek kan sien 1900 en 1907. Hy is nog Hollands geprint. En dan die prijslijst, allemaal wil weet wat die mensen betalen. Daar is het alles bij elkaar vastgevat. Waarmee jy gereed, waar jy mee gereed, was daar een prijs gekoppeld. Hoeveel trekgoed aan hom was gekoppeld. Hoeveel loslopende dieren samen jou was gekoppeld. So alles was gespecificeerd. En dan het die man van die government, van die staat, het elke eind van die maand gekomen. Dat hij die geld opgeteld, die cash gekes op. En dat hij van mijn pond afgetrekt, dit was zijn verdienste. Voor die moeite om hierna te komen. En die laatste dag, 31 december 1907. Dat was een van die cut-off date. Cut-off. Het die laatste dag. En toen hulle die, dus als ontspanningstype van uitspanning, afzaalplek het het die neutrale grond geraakt. Tot en met 2001 toe het uit staatsgrond uit in privaat eiendom geraakt het. In 1908 het die auditeerder gekomen, hulle het die boek geaudit en toe is die boek weggevat daarna. En dit was die laatste van het ton geld wat hier gevorderd was. Nou, dit was die tol, was het plaatjes wat je bij de municipaliteit of afdelingsraad destijds, wat je moest uitnemen en elke jaar moest je een nieuwe plaatje zoals basis en licentie verdacht. En ik heb gekregen van 1919 tot 1928, elke jaar zijn plaatjes. Dus in die glaskast wat ook samen met die boek hier gaan komen.